allemaal, welkom bij Fem. Ik ga jullie vandaag tips geven voor de leukste tv-series die je op dit moment op televisie kunt zien. De eerste tip die ik jullie ga geven is Two Broke Girls. En dat is een serie die je op SBS6 kunt zien. En het is echt een hele leuke comedy. Ik hou normaal niet zo van comedies, maar dit is een serie die ik toch maar telkens blijf kijken. En ik word er altijd weer helemaal vrolijk van. Het gaat over twee meisjes die samen in zo'n typische Amerikaanse diner werken. De ene van dat is Caroline. En zij komt uit een rijk gezin en heeft altijd heel veel luxe gehad. En is al haar geld kwijtgeraakt en nu moet ze ineens als serveerster werken. En de andere is Max. En zij komt juist uit een heel arm gezin. En heeft nooit luxe gehad of wat dan ook. Dus dat contrast is echt super leuk. En de humor is leuk. En ook de verwijzingen naar, weet je wel, van die typische celebrity dingen die nu gebeuren. Die zijn ook echt heel erg leuk. Dus dat is er eentje die ik jullie sowieso kan aanraden. Mijn tweede tip is Heart of Dixie. En die wordt in Nederland uitgezonden onder de naam Dr. Heart. Dus mocht je hem in de tv-gids niet kunnen vinden, dan kun je hem dus onder Dr. Heart vinden. En hij wordt uitgezonden op Net 5. En het is een serie die gaat over een meisje uit New York. Die eigenlijk hartchirurg wil worden, maar die komt uiteindelijk in een klein stadje Bluebell terecht, volgens mij in Alabama of iets in die sferen. En daar wordt ze gewoon huisarts. Nou, dat is best een switch natuurlijk. En het is gewoon een hele grappige, luchtige comedy serie met hier en daar... Nou, niet comedy. Het is een beetje een combinatie van drama met een beetje quirky... comedy. Een beetje Gilmore Girls-achtig vind ik het. Dus als je daarvan houdt, ga je die zeker leuk vinden. En het is gewoon net even een wat luchtigere serie. En ik vind hem altijd heel erg leuk om te kijken. Ik weet zeker dat jullie dat ook gaan vinden. Als laatste nog een heel ander type serie, namelijk Scandal. En dat is echt wel een beetje een spannend politiek drama. En dat is ook weer zo'n type serie waar ik normaal eigenlijk helemaal niet zo van houd. Maar dit is echt een hele gave serie. En het gaat over eigenlijk de verhouding tussen de Amerikaanse president en dan ja, zijn, ik noem het nu even PR-dame, communicatiedame om het zo maar te zeggen. Olivia Pope heet zij. En die hebben een affaire gehad of hebben het nog. Het is afhankelijk van welk punt je in de serie invalt. En het is een hele slimme... Ja, ook wel weer wat ingewikkelde serie, maar het neemt je echt helemaal mee. En toen ik die serie ontdekte, had ik echt zoiets, ik wil meer. Ik ben continu die afleveringen gaan kijken. En het is echt zo'n serie die je maar wil blijven kijken eigenlijk, omdat die zo spannend is. Volgens mij wordt die in Nederland uitgezonden op Net 5 ook. Dus je kunt hem ook gewoon op de Nederlandse televisie kijken. Dit waren mijn tv-tips voor jullie. Het zijn echt series die ik heel erg kan aanbevelen. En ik weet zeker dat jullie ze heel erg leuk gaan vinden. Als jullie tips voor mij hebben, dat weet ik. Ik ben echt dol op tv-series en ik kan er geen genoeg van krijgen. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En tot de volgende keer. Doei!